Hi allemaal. Welkom bij deze legging. Het is een algemene legging, dus die kan niet voor iedereen van toepassing zijn. Je voelt zelf of het resoneert of niet. Is dat niet zo? Ja, dan is misschien de volgende video weer beter voor jou. We kijken naar de vraag. Gaat jouw soulmate contact opnemen? Kiezen. En schoonmaken. Nou, er is dus de een en ander aan de hand in het leven van jouw soulmate. Kiezen. Deze persoon moet een keuze maken. Hè? Dat kan zijn een keuze tussen twee personen. Een weg om te kiezen. Een andere deur en een andere richting kiezen. En schoonmaken. Dus er zijn dingen in het leven van jouw soulmate waar wat aandacht nodig is. Dus, ik ben heel benieuwd wat er gaat gebeuren. Gaat jouw soulmate contact opnemen? Er staat dus wel echt het een en ander te gebeuren. Er wordt een keuze gemaakt. Maar ja, wat gaat die keuze zijn? Pentakels 9. Koningin van Pentakels. De staven 5. Dus er is hier iets. Er ligt hier een keuze, een hele duidelijke keuze eigenlijk. Dit is iemand die een hoop om zich heen heeft. Hè. Ik denk dat er een andere relatie ook is. Al dan niet met kinderen. Misschien is het een gezin inderdaad. En moet er een keuze worden gemaakt? Want een vaste relatie geeft natuurlijk een... Dat geeft een stevige basis. Je hebt iets om op terug te vallen. Het is allemaal vertrouwd. Alles is geregeld, hè, natuurlijk, in een vaste relatie. Een huis, auto, werk, alles loopt. Om dat op te geven en voor iets heel nieuws te gaan is een hele grote stap. En ik denk dat dat die keuze is die moet worden gemaakt. Dus er is op dit moment inderdaad een hele hoop wat jouw soulmate bezighoudt. En ik heb kracht, de aas van staven en de bekers 7. Dus die connectie tussen jullie is heel erg sterk. Ik denk dat er heel veel passie is tussen jullie. Hè? Je kiest er niet voor om verliefd te worden op iemand anders. Hè? Dat overkomt je. Daarna de acties die volgen, die kies je natuurlijk wel zelf. En ik denk dat dat is waar... jouw soulmate mee worstelt op dit moment.
van wat de keuze die gemaakt moet worden. En ja, je hebt niet alleen met jullie twee te maken. Hè? Dat is niet het enige hier. Het is niet alleen tussen jou en jouw soulmate. Er hangt zoveel omheen. Dus een relatie, kinderen, hè? Wat ik net zei, een woning. Van alles eigenlijk. Heel die financiën is iets waar jouw soulmate zich ook heel erg druk om maakt. Of wat in elk geval heel erg met die keuze te maken heeft voor deze persoon. Dat is iets wat heel belangrijk is, die financiën. Dat diegene niet zonder geld komt te zitten. Er komt wel een doorbraak aan. Staven 4, de zegenwagen. Kijk, dit tussen jullie, die relatie tussen jullie, die is voorbestemd, meant to be. En er worden straks hele grote sprongen vooruit gemaakt. Dus er komt echt een doorbraak aan. En uiteindelijk wordt die relatie ook succesvol tussen jullie. Dus die overwinning komt daar. Jij wint, hè? Jij hebt die overwinning. Jij wordt gekozen. De weg daar naartoe, naar dat moment, wordt zwaar. Daar kom je niet ongehavend uit. Het is, er gebeurt een hele hoop. Jouw soulmate denkt heel veel aan jou en vandaar ook dat die keuze eraan zit te komen. Het contact keert terug, de pentakel 6, de ster. Het contact keert terug. Als er nu geen contact is, wat ik denk, want we komen van die pentakel 5 en naar die pentakel 6 toe. Dus van geen contact naar wel contact, maar ook een heel gelijkwaardig contact, hè? Anders dan het was in het verleden. Want nu staan jullie gelijk aan elkaar. En dat is hoe het hoort te zijn. En hoe ook jouw soulmate wil dat het gaat zijn tussen jullie. Dus een hele sterke verandering eigenlijk. En een transformatie. Dus die connectie tussen jullie, die relatie tussen jullie, die transformeert. Die staat op het punt te transformeren met de aas van kelk en de dood. Die liefde tussen jullie die is zo sterk. En wat jouw soulmate op dit moment aan het doen is, dus dat opruimen, hè, dat schoonmaken, opruimen. Alles aan het regelen. Zodat die transformatie kan gaan plaatsvinden.
Het is iets wat jouw soulmate heel erg spannend vindt. Dus om te doen, hè? Want heel het leven staat op zijn kop natuurlijk. Als je een lange termijn relatie verbreekt, helemaal met kinderen. Het komt natuurlijk veel meer bij kijken dan alleen een relatie tussen twee personen. Hè? Zoals ik al zei, je hebt heel je leven natuurlijk ingericht, maar je hebt te maken met familieleden, vrienden, alles. Maar je zal zien, en dat zal jouw soulmate ook zien, dat als je met de juiste persoon bent, en dat alles heel makkelijk weer op zijn plaats valt. Dat je eigenlijk heel gemakkelijk weer alles kunt gaan opbouwen. En je daar goed bij voelt ook, vooral. Kaarten voor jou. En de kaarten voor jouw soulmate. Oké. Okay. Dat was heel veel, maar is prima. Zo. Nou. Ik ga nog even verder met de legging in de verlenging. We gaan kijken, hè, naar al die kaarten. Het zijn er aardige wat. Dus we gaan er goed de tijd voor nemen. We gaan kijken. Ik gebruik mijn andere kaarten ook. En we gaan zien. Of we kunnen zien wanneer jouw soulmate contact gaat opnemen. En wat er precies gaat gebeuren tussen jullie. Ik zet de link naar de verlenging in de beschrijving onder de video. Dus misschien zie ik je daar. En zo niet ook helemaal goed. En dan zie ik je de volgende keer weer. Oké. Okay.